Breda Nu. Breda in Beweging wordt mede mogelijk gemaakt door Monet Zorg en Beweging. Goeiedag, ik ben Jort. De kans is groot dat u deze weken meer thuis zit dan gebruikelijk en minder beweegt. Het is bekend dat op het moment dat we minder bewegen, onze spierkracht en conditie sneller achteruit gaan. En daarom is het van belang om nu in beweging te komen. Wij gaan u daarbij helpen door u dagelijks een beweegprogramma aan te bieden. Dit programma zullen wij u laten zien vanaf 11 uur, meerdere keren op een dag. Gaan de oefeningen niet zoals het moet of vindt u ze moeilijk? Dat maakt niet uit. Doe gewoon wat u kunt. Ga er niet zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat. Heel veel succes en vooral veel plezier. Goedemorgen Breda. Wij hebben voor u weer een leuke workout bedacht. U heeft nodig vandaag een bezemsteel of een stok of een dweil, een hark, iets wat er voor door kan gaan. Daar gaan we zo meteen lekker mee trainen. Dus pak het er eventjes bij. Wij beginnen alvast even met stappen. En we hopen dat u er zin in heeft. Wij wel. Vandaag staan voor u. Maries. Anne. En Adrien. Bent u er inmiddels klaar voor? Dan gaan we lekker starten. En we gaan starten met het heffen van de knieën. U houdt de stok voor u. En til op. En Anne die heeft er zin in, die pakt vandaag de zwaardere optie. En bij een rugier de iets makkelijkere optie. Over 10 seconden hebben we even een stukje actieve rust. Gaan we stappen op de plaats. Nog 4, 3, 2, 1 en stappen. We hebben de hartslag even omhoog gebracht. We laten hem nu weer een klein beetje zakken. En dan gaan we over 5 seconden draaien met de stok. Dus pakken met 2 handen vast. En roteer. Draai cirkels om en om. Boven het hoofd. Kan zittend, kan staand. Wissel even van kant. Let erop dat je goed door blijft ademen. Rust in je ademhaling. Over 5 seconden hebben we weer een actieve rust. Nog 3, 2, 1. Stappen op de plaats. Dan pakken we zo meteen weer de stok vast, breed voor het lichaam. En dan duwen we hem uit van de borstkas af en we halen hem weer terug. En start maar. Je bepaalt zelf het tempo. Hoe sneller, hoe intensiever natuurlijk je warming-up wordt. Heel goed. Let op dat je ellebogen en je polsen onder je schouders blijven. Kom op. Nog 10 seconden. Krijgen jullie het al een beetje warm? Ja? Ja. Goed zo. Nog 4, 3, 2, 1. Stappen. Die serie gaan we zo meteen nog een keer doen. Dus we gaan zo meteen met de knieën heffen voor het lichaam. 3, 2, 1, hij start. Hoe hoger de knieën, hoe intensiever, hoe hoger het tempo, des te intensiever. Heel goed. Nog 15 seconden. Ga door. Je mag er echt wel een beetje warm gaan krijgen nu. Ademhaling stijgt. Nog 5, 4. 3, 2, 1 en stappen. Weet jullie het nog? Zometeen. Stop weer boven het hoofd. Gaan we weer cirkelen. Rondjes maken. Nog 3, 2, 1 en start. Cirkel rond. Probeer groot te bewegen. Zoveel mogelijk spieren gebruiken. Nog 3, 2, 1, wissel. Dan gaan we zo meteen weer naar die laatste oefening van de warming-up. Eerst nog even stappen. En stappen op de plaats.
meteen de stok weer breed voor de borstkas. En dan haal je hem zo meteen naar je toe, ellebogen breed. En je duwt hem weer van je af. Nog 4, 3, 2, 1, go! Duw weg. En haal hem weer terug. Nog 20 seconden. Heel goed. Polsen neutraal. Netjes. Nog 5, 4, 3, 2, 1 en stappen. Dan gaan we zo meteen naar een oefening voor de bovenbenen. We gaan naar de squat. 5 seconden nog. 3, 2, 1. Yes. Rogier doet de optie met het opstaan vanuit de stoel en weer rustig terug gaan zitten. Laat vooral de benen het werk doen. Maurice heeft de stok vast boven het hoofd, net als Anne. Duw het gewicht goed naar achter, gewicht op je hakken en blijf je borst mooi opstrekken. Nog 4, 3, 2, 1, stappen op de plaats. Dan gaan we over 10 seconden gaan we naar de press, waarbij je de stok uitduwt boven het hoofd. Nog 4, 3, 2, 1, duw uit. Dus je duwt hem uit en je haalt hem terug. Hoe hoger je tempo, hoe zwaarder dat hij wordt, hoe hoger de intensiteit. Duik goed in je ellebogen. Nog 15 seconden. Hop. Kom op, mensen. Zijn jullie er nog? Yes. Bent u nog niet moe, hè? Nog 5, 4, 3, 2, 1. Stappen op de plaats. De volgende oefening wordt zo meteen een oefening die we noemen de Good Morning. Waarbij je als het kan de halter achter in je nek, iets onder je nek legt en je scharniert vanuit je heupen. Yes! Dat kan zowel zittend als staand. Hou lengte in je nek. Rug lang. En de beweging vindt plaats vanuit de heupen. Dat voel je aan de achterkant van je bovenbenen. Nog 10 seconden. Kom op. Nog 5. 4, 3, 2, 1, stappen op de plaats. Dan gaan we zo meteen naar een oefening die we de lunge noemen, lunges, uitvalspas. Alleen Rogier, die pakt een andere optie. Rogier gaat de dips doen. En start maar. Anne en Maurice, die hebben één been naar achter. Bij Anne is de voet los, die rust op het bankje. En ze buigen de achterste knie naar de vloer. Je zakt loodrecht naar beneden. Roger duwt zichzelf uit de stoel. En ook hier vindt de beweging plaats in de ellebogen. Dus het buigen vindt plaats in de ellebogen. En dan duw jezelf weer recht omhoog. Nog 4, 3, 2, 1 en stap. We gaan wisselen naar het andere been. Nog 4, 3, 2, 1, go. En let erop, de hak van je voorste voet stevig in de vloer. En bij de dips zorg je dat je echt dicht bij die stoel blijft. Let op dat hij niet kan gaan schuiven. Belangrijk. En je mag voelen dat het begint te branden. Het mag een beetje gaan verzuren. Nog 5, 4, 3, 2, 1, stappen op de plaats. De benen die krijgen even rust. We gaan naar een oefening voor de biceps. De spierballen. Dus je pakt je stok onderhands vast met je handen naar het plafond. En je buigt in je ellebogen en je strekt in je ellebogen. Ja, ga maar mee. Buig en strek. Probeer je bovenarmen zo stil mogelijk te houden. Ellebogen wijzen naar de vloer en de beweging vindt plaats alleen maar in de ellebogen.
Dan mag je een beetje gaan voelen, hè, die spierballen. 10 seconden. Nog 5, 4, 3, 2, 1 en stop. Zometeen komt er een oefening voor de kuiten, waarbij je op je tenen gaat staan en je hielen weer rustig laat zakken. Nog 3, 2, 1, let's go. Rogier, doe de oefening vanuit de stoel. Voeten op de tenen en laat de hakken weer rustig zakken. Maurice op de vloer. Stok voor iets meer stabiliteit. Anna heeft de stok in haar nek liggen, wordt die ietsje moeilijker. Klein stukje nog. Nog 5, 4, 3, 2, 1. Stappen op de plaats. En dan hebben we nog één oefening voor u, voor de schouders. De zogenaamde front raise. Pak je stok weer bovenhands vast. Voor je lichaam. Breng de stok naar voren. En laat weer rustig zakken. Let's go. Voor. Laat zakken. Let op dat je niet al te hoog beweegt. Ellebogen blijven iets onder de schouders. Vooral belangrijk voor mensen met schouderklachten. Hoe meer herhalingen, hoe meer je gaat voelen. Hè? Dus als je iets meer over hebt, probeer iets meer herhalingen te maken. Nog 5 seconden. En dan gaan we alweer naar de cooling down. We gaan stappen op de plaats. Zo, nou, we hopen dat u lekker getraind heeft. En dan eventjes jezelf uitstrekken. Maak jezelf lang. En dan kom je rustig naar beneden. Kom naar voren. Gewoon uithangen. Je hoeft de vloer niet te raken. En dan rol je jezelf op. Doe het nog een keer. Maak jezelf lang. Kom rustig naar voren. En rol jezelf op. Doen we nog één keer. Maak lang. Strek uit. Kom naar voren. Rol rustig op. En zet je de bezem voor de stok voor je. Eén been voor, één been achter. En dan buig je in het achterste been. En dan verplaats je rustig je gewicht naar voren. Achterste hak in de vloer. Wissel rustig van kant. Buig door met het achterste been. Voel je de achterkant van je bovenbeen. Verplaats rustig je gewicht naar voren. En dan stap je bij. En roteer even rustig met je bovenlichaam. Draai je romp los. En zet je één been opzij. Je andere been buig je. En dan stretch je rustig je lies. Maar let op dat je stretcht met beleid. Dus niet te agressief. Rustig stretchen. Klein beetje spanning aan de binnenkant van je bovenbeen. Wissel rustig van kant. Kom je terug naar het midden. Armen breed met je duimen naar boven naar het plafond. Dan draai je je duimen naar beneden richting de vloer. En dan duw je je handen naar achter. Strek je borst op. En dan breng je één arm naar voren. Dan breng je andere arm naar voren. En zeg maar applaus. Hopen dat u ervan genoten heeft. En heel graag weer tot de volgende. Breda en Beweging werd mede mogelijk gemaakt door Monet Zorg en Beweging. Breda Nu.